Matthijs van Nieuwkerk houdt zijn adem in, het duurt niet lang meer voordat de volkskrant met het langverwachte artikel komt waarin hij naar verluid helemaal kapot geschreven wordt. Waar de krant precies mee komt is onduidelijk, ook voor Matthijs zelf. Het is dus een kwestie van afwachten. Gelukkig verzorgt Yvonne Koldewijer de wachtmuziek. Juice koningin Yvonne komt deze ochtend met een smeuïge roddel over het toch al turbulente liefdesleven van Matthijs. Terwijl we met smart wachten op het Volkskrant-artikel vol met juice over Matthijs van Nieuwkerk, kreeg ik gisteren wel een heel opmerkelijk berichtje van een spion, schrijft ze op haar juice-kanaal. Wat heeft ze dan vernomen? Matthijs zou vier jaar lang een affaire hebben gehad met Cecile Narings, destijds vaste tafelgast bij DWDD en hoofdredactrice van Harper's Bazaar. Cecile zou het serieus een kans hebben willen geven, weet Yvonne. Cecile zou in 2017 zelfs haar man hebben verlaten voor Matthijs. Hij had beloofd ook zijn vrouw te verlaten voor haar, maar heeft zich daar nooit aan gehouden. Shocking GG. Dit speelde zelfs twee jaar geleden nog. Ze besluit, zuur voor Cecile dat hij uiteindelijk wel zijn vrouw heeft verlaten voor zijn nieuwe irritante vriendin Marta, maar nooit voor haar. En mag jij drie keer raden waar Cecile nu werkt? Jep, bij de Volkskrant. Is het payback time? Pak je drinken.